benieuwd waar we het over hebben. Er was een video van humor van Average Rob. Wij zijn onderweg naar Antwerpen. Het is kei slecht weer. Fuck. Zo'n herfst weer haat ik echt. Het is echt zo grijs en regen. We zijn... Allee, ik zit voor het eerst van voor in Jeep. Kei fijn. Het is wel echt groot van voor. En er is zo'n kei chic scherm en al. Ben je jaloers? We gaan naar Antwerpen voor Carpe Clinic. En nee, we gaan onze lippen niet nog eens dikker laten doen, voor wie dat dat nu zou denken. Maar we gaan een video opnemen met twee meisjes die daar werken. Oké, we zijn aangekomen bij Carpe en hier gaan we filmen. Daar is Charlotte. Hallo! Hey. En hoe was uw naam? Chantal. Chantal. Ja. Oké, we zijn klaar. Yeah. We zijn klaar! Het ging eigenlijk echt heel vlot. Yes. Goed gefilmd. Dat kwam binnenkort op de Instagram van Carpe Clinic. Kijk. Oh, kijk. Het was... Zijn we er? Ja. Dus kunt je daar wel eens checken. Caravan zetten met. Je zit al bezig. Ik ben Sorry. Al aan het filmen. Ik dacht dat we aan het kijken waren. Oké. Dat heb ik helemaal niet. Ah ja, deze kersttrui staat nog niet online als deze video online komt. Nee. Dan doe ik maar uit. Nee, want dan ben ik niet kerst. De muziek op pauze zetten. Nee. Molly had kei slechte kerstmuziek. Van wie was dat? De editors. Editors? Nee. Ja, muziek. De zanger, Smit, ja. De Smitty toch. De Smitty. Hey, de kerstman staat, hè? Kijk eens. Ja, maar zet de tv's op stil. Ja, de kerstboom staat, hè? Nu moeten we hem nog versieren. En hier is Rudolf. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Oh, die is kei schattig. Ik wil ook zo een. Maar die kijkt zo zielig wel. Amai, ja, dat is lang. Ja, die kijkt toch zielig, nee? Maar dat is omdat hij zijn vriendje hier niet is. Maar die zit al jaren in een doos. Zit jij dan blij kijken? Ik denk het niet, hè. Jij wil mij in een doos steken. Ja, zo behandelt je iedereen dus in je leven. Iedereen mag één Steek avond Steek iedereen in een doos. En dan weg. Ik ben hier al een avond geweest, dus woehoe! Oké, Molly, gaat je de lichtjes rond mij hangen? Ja, woehoe! Ja, dat zou wel een chique foto. Dat zou chic zijn, hè, voor dat de gaan foto. We niet doen. Gaan we dat niet doen. Molly gaat die lichtjes erin hangen. En deze lichtjes. En deze lichtjes ook nog. Het is kei donker met mijn gsm. Mijn camera is plat gegaan. En Molly heeft niks om mijn camera op te laden, hè Molly? Hey, dat oh god. Oeh, die zitten niet eens in de knoop. Ah. Bij mij zit dat echt elk jaar in de knoop. Testen, ja, test ze maar eens, Mollyke. Kom. Nee. Je zou denken, de kijkers, dat je nog heel jong bent. Dat is waar. Voilà. Hoe oud was ik? Hoe oud? Zeker 46. Nee, wat was uw eerste gedachte? Mijn eerste was 28. Maar dat was wel heel fout.
Maar het had ik wel ver naast. En deed je dat gewoon om indruk te maken? Nee, of echt gewoon... niet. Nee, echt. Dus gaat wel iets. Ja, maar hoe oud dat je bent, zou niemand dat zou raden. We, maar dat gaan we niet zeggen. Oké, iedereen, raad eens in de comments hoe oud dat Dennis, de Molly, is. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan raden. Echt waar. Ja, maar hoe oud dat je bent, dat zou je nooit raden. Maar nu weten ze al dat je oud bent. Ja, inderdaad. Ik heb zo slecht geslapen, omdat ik zo fel, zo kopvalling nog altijd heb. Dus ik heb mijn beste vriend Sinutap erbij gehaald. Dus hopelijk gaat het wat beter gaan. Zoals jullie zagen gisteren nog in de vlog. Sorry trouwens, mijn camera was plat gegaan, dus ik heb met mijn gsm gefilmd. Als de kwaliteit minder goed is. Maar zoals jullie zagen was ik bij Molly. En... die noemt niet echt Molly natuurlijk, hè. Die noemt Dennis. Maar Molly is de bijnaam. Hè. En Molly is van Eve en Molly's in Hasselt. Die bagelzaak, zo dicht bij het Tussaardplein. Ik weet niet hoe die straat noemt. Maar zo naast de Basic Fit aan het Tussaardplein. En ik had vorige week beloofd dat ik ging helpen met de kerstboom. Dus we hebben de kerstboom opgezet en we hebben er lampjes in gehangen. En dan zijn we gestopt. Dan hebben we de slimste mens gekeken. En daarna ben ik naar huis gegaan. En voor iedereen die nu gaat vragen, of die al heeft gevraagd op Instagram, als Molly en ik een koppel zijn, of als Molly mijn nieuwe lief is. Nee, Molly is mijn nieuwe lief niet. Ik heb trouwens geen lief. Dus er is geen nieuw lief. En... maar ja, Molly en ik zijn geen koppel. Dus bij deze heb ik daar al de wereld uitgeholpen. Natuurlijk iedereen die stemde. Ik had zo'n poll gedaan op Instagram. Wie Motaal shipt van Molly en Thalisa. Snap je? En er waren kei veel voors. Maar dat was wel kei schattig en kei lief. En ik heb Molly ook wel echt heel graag. Ik amuseer me er echt heel goed mee. Dat is echt een hele toffe. Maar we zijn geen koppel of zo. Dus bij deze heb ik dat probleem ook weer de wereld uitgeholpen. Voor iedereen die zich dat afvroeg en die zijn kop daarover zo aan het breken was van... zijn die nu een koppel? You're welcome. Maar je moet daar echt eens gaan eten trouwens. Even tussendoor bij Eve en Molly's. Dat is echt super goed. En dat zeg ik niet om reclame te maken, maar dat meen ik echt. Maar ik ging daar al voordat ik Molly echt kende eigenlijk. Oh, hallo. Goedemorgen. Ja? Oh ja. Dat is wel een gek. Wij zijn een nieuwe collectie aan het shooten. Sneak peek. Ik denk dat die al online staat. Ja. Deze vlog is voor vrijdag, dus. Ah, ja. Ja, voor morgen. Ja.
Dus waarschijnlijk staat die vandaag wel al online. Yes. Deze hoodie vind ik echt wel leuk. Die is keis. Ja, die is er ook in het kakkie. Ja. En die heeft een kap. Keis. Dat is ook een nieuwe collectie. Ah, die had jij er net aan, zeker? Ja, dat kan. Ah, in het kakkie, denk ik. Met de kakkie-strepen. En, oei, wacht. Ik zie bijna onder Celine haar benen, maar... kijk hoe cute. Dat is wel echt schattig. Ja, hè? Ja. En met de glitterbooties. Die passen er ook super cute bij. Schattig. Het is de volgende dag en... Ik ben mijn vlog vergeten af te sluiten. What's new, hè? Foya. Oh, de laatste keren ben ik daar wel altijd, heb ik daar altijd aan gedacht, hè. Maar nu ben ik dat vergeten. Ja, ja. Milka. Milka. Zijt jij boos op mij? Zijt jij boos op mij? Kom eens. Kom eens hier. Jij zegt, vergeten is menselijk, tanti. Vergeet het menselijk, hè, Milka? Ja, hè? Oh. Oké, dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Doe een thumbs up als jullie deze video leuk vonden. En tot volgende keer! Dag, Celine. Ciao, guys.